staan 1 op de 20 koopwoningen in deze stad staat te koop. Een aantal daarvan zijn mensen die al verhuisd zijn en die dus een tweede woning eigenlijk met dubbele hypotheeklasten zitten, met dubbele verzekeringskosten. Ja, daarvan zeggen we eigenlijk van, daar moet je, waar je kan, moet je proberen te helpen als overheid. Nou, dat kan door die regels voor die verhuur van die tweede woning te versoepelen. En dat is wat, wat in Den Haag afgesproken is in die motie en wat we ook in Amstelveen zo snel mogelijk moeten invoeren. Dus mensen hoeven nu niet meer naar de gemeente voor een vergunning? Klopt inderdaad. En want dat is eigenlijk echt een aangelegenheid tussen de huurder en verhuurder en de hypotheekverstrekkende partij in dit geval. En daarvan zeggen wij, nou, als die tevreden zijn, dan is dat goed. Maar je moet als gemeente moet je dat natuurlijk wel moet je dat blijven volgen. En op het moment dat er bijvoorbeeld overlast is van verhuringen van woningen die vaak van huurder wisselen of die verhuurd worden aan grotere groepen, dan moet je natuurlijk wel keihard optreden als overheid. Want veel mensen zijn bang dat die woningen verhuurd worden aan tientallen Polen in één keer, hè? Nou, wat je nu eigenlijk al ziet, is dat een aantal woningen, soms is dat illegaal, maar soms misschien ook legaal, aan grotere groepen worden verhuurd en snel wisselen van huurder. En dat geeft af en toe wel wat overlast. U wilt het versneld invoeren in Amstelveen. Wat moet er gedaan worden om het versneld in te voeren? Nou, we moeten in ieder geval heel goed blijven volgen wat er gebeurt. Ik verwacht dat binnen een half jaar tot een jaar komt die regeling vanuit Den Haag naar ons toe. Dan moeten wij zorgen dat we een plan klaar hebben liggen. En dat we dus ook moeten zorgen dat we weten waar we als raad op moeten letten.